De situatie met betrekking tot COVID-19-besmettingen in het Caballebo-gebied is bijna niet meer te beheersen. De besmettingen nemen steeds toe en het gebied is geïsoleerd, waardoor de voedselvoorziening niet optimaal is. Dit geeft de districtscommissaris Josta Lewis aan. Het is zeer zorgwekkend en zaken lopen uit de hand. Ja. En er zijn heel wat positieve gevallen. Mm-hmm. Waaronder Greenhard werknemers die positief zijn en ze waren niet op de hoogte daarvan. En ze zijn naar huis gegaan, hebben hun gezinnen besmet. Dus nu worden hun kinderen positief getest, waaronder jonge dames met hun baby's van 5 maanden. En positief getest. Ja. Dus dat is zeer, zeer zorgwekkend. De burgermoeder zegt dat zij en haar personeel lange dagen maken en uitgeput zijn. In samenspraak met haar collega van Nikeri is besloten om enkele mensen uit het gebied toe te laten in Nieuw-Nikeri om inkopen te doen. Deze personen zullen begeleid worden door het leger en de politie. Ook het NCCR verleent hulp aan de bewoners. Liewe zegt dat er gisteren 20 nieuwe positieve gevallen zijn geregistreerd. Er zijn al 2 personen overleden als gevolg van het coronavirus. Momenteel zijn er 81 positieve gevallen. De voedselpakketten die naar het gebied zijn gestuurd, zijn niet genoeg voor de ruim 700 gezinnen die er wonen. Desondanks is de DC hoopvol gestemd.